Kijkers van Ties Games, even hartelijk kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ben ik hier bij weer een nieuwe aflevering van Deck It. Ja mensen, de serie is weer terug. Eindelijk na al die tijd. Ik heb de map opgeslagen op een stick. En hier zijn we dan gewoon in no lag Deck It. Jongens, wat ben ik hier blij mee. Want weet je wat het was? Deck It, daar waren zoveel likes op. Voordat je trouwens begint met kijken, laat eventjes een like achter. Motiveer me super erg om gewoon meer video's in een week te maken. Want likes, ik weet niet wat het is. Ik krijg er by the way niet betaald voor. Want sommige mensen die zeggen dat, maar ik krijg er geen cent voor. Maar likes die motiveren mij gewoon. Die laten zien dat jullie het leuk vinden. En in deze aflevering weet ik eigenlijk niet precies wat ik wil gaan doen. De zon komt net op. Ik heb net eventjes geslapen. En volgens mij spelen we op normal. En ik ben gewoon heel blij. Ik speel nou met meer dan 140 fps of rond de 100 fps. En ik ben er gewoon zo blij mee, jongens. Dat betekent dus dat ik dit ook al ga streamen. En daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Wat wij hadden in de Deck It serie voor de mensen die nieuw zijn. Ik zet ondertussen mijn FOV wat hoger. Dit hadden wij dus in de Deck It serie. We hadden al aardig wat machines. En verder hadden wij hier nog wat rubberbomen die ik dadelijk eventjes ga pakken. Binnenkort ga ik hier trouwens ook een texture pack voor pakken, de Sphex texture pack. Ik weet alleen nog niet hoe ik die moet downloaden, maar daar kom ik er later na wel achter. We hadden hier een macerator, we hadden een generator, we hadden een bedbox, we hadden een, hoe noem je zo'n ding? Ik weet niet meer, maar daar kan je in ieder geval dingen mee duplicaten. Daar hebben we hier twee iron furnaces staan en twee normale furnaces. Dit is zeg maar onze fabriek en ik zet eventjes het geluid wat zachter. En ik ben gewoon heel blij dat de serie weer doorgaat. En ik ben benieuwd hoeveel likes we kunnen halen. Ik zou het wel tof vinden als we gewoon meer dan 150 likes kunnen halen. En dan zijn jullie echt bazen. Dan zijn jullie gewoon echt bazen. We hebben 11 diamonds. Oh ja, en we hebben een quarry. Oké, we moeten landmarks maken. Ik weet dat we landmarks moeten maken voor die quarry. Landmarks. Hoe maak je een landmark? Een redstone torch en lapis lazuli. Hebben wij dat? We hebben wel lapis lazuli en redstone torches kunnen we even snel maken. Want dan kunnen wij uiteraard onze quarry, die kunnen we dan... ja, dan kunnen we die gaan maken eindelijk. En daar zou ik dan heel blij mee zijn. Maar daar hebben we nog verschillende dingen mee nodig. Dus we kunnen hem waarschijnlijk in deze video nog niet af gaan krijgen. Dat was echt falend wat ik nou deed. Ik moet eventjes wat meer sticks maken. En dan doen we zo. En zo. En ik heb gewoon hartstikke veel zin in deze serie. Omdat het nou gewoon no lag is, weet je. Bij mijn vorige PC, die kon het net niet aan. Ja, PC, het was eerder een laptop. Die kon het gewoon net niet aan. En nou kan ik het gewoon makkelijk aan. En daar ben ik heel blij mee. Dus nou moeten we niet te veel van die dingen gaan maken. 1, 2, 3. Hoppakee. Superveel landmarks. Superveel. What the fuck these. Goed, in deze video ga ik het eventjes over één dingetje hebben. Het is binnenkort natuurlijk kerstvakantie. Hebben we allemaal superveel zin in. Zalig kerstfeest alvast. Ik hoop dat jullie allemaal een hele leuke tijd gaan hebben. En waar zullen we onze quarry gaan doen? Ik denk dat we onze quarry hier gaan doen. Een beetje ver van ons huis af. Maar ja, hier gaan we onze quarry plaatsen. We hebben daar ook nog wat engines voor nodig. Maar daar kom ik dadelijk op. Maar dan moet ik wel even mijn quarry pakken natuurlijk. Maar het wordt dus kerstvakantie. En in die kerstvakantie gaan we zaterdag de 22e, als ik het goed heb. Dat is dus gewoon gelijk het eerste weekend van de kerstvakantie. Dan gaan wij 30 uur live. 30 uur, dat is echt fucking veel. Ik heb er ook super veel zin in. Daar zijn we dan met verschillende kanalen. Ik ben al eerder 24 uur live geweest, dat was ook super vet. Alleen, weet je wat het was? Dat was midden in een weekend. Ik had de dag daarna had ik gewoon school. Dus het was gewoon weekend. En dat was alleen met Gio. Dat was dus alleen met... Holy shit. Dit is niet helemaal de bedoeling, heb ik zo het idee. Wacht, even kijken. Het is wel trouwens chill dat hij nou al soort van werkt. Ja, we moeten gewoon eventjes hier zo'n gebiedje uitzetten, denk ik. Lijkt mij in ieder geval. Of moeten ze op dezelfde hoogte staan? Ja, ze moeten op dezelfde hoogte staan. Dan heb ik eventjes wat tools nodig. Maar ondertussen, ik was daar toen alleen met Gio, want de rest kon gewoon niet, omdat het gewoon eigenlijk midden in een werkweek was. Ja, laat staan, het was weekend. Maar dan nog, mensen hadden gewoon school de dag daarna en wij ook, maar goed. En nou ben ik hier dus gewoon met meer kanalen, gaan we gewoon gezellig doen. Dit is een beetje kerstspecial. En de kanalen die er komen, die kan je vinden in de trailer van de, van de 30 uur livestream. En ik denk dat we misschien nog langer gaan livestreamen, want hij eindigt dan om 9 uur goedies. Even eerst wat dingen pakken voordat je zo'n hele lulverhaal gaat doen. Nee, we gaan geen diamond shovel maken, zo dom ben ik nou weer niet. Hebben we überhaupt wel iron? Ja, ik ga even wat iron dingen. Hoe doen wij dat? Wat zullen we daarin pleuren? Ja, we doen gewoon even een iron shovel maken. Maar ja, ik heb er in ieder geval hartstikke veel zin in. Er komen lekker veel kanalen naartoe.
Ik zal ze even uit mijn hoofd proberen op te noemen. Epic Gamers DGM komt. Geo die komt. Even kijken, want dan moet ik me wel even kunnen concentreren op dit. Mijnet die komt dus van Epic Gamers DGM. Geo die komt van Gameplay World Exam. Ik heb 2 shovels gemaakt. Die is fucking noob. En hoe laat is het? Oké, we hebben nog tijd zat. Wie komt er nog meer? We hebben Giel die komt van Jagger Games. Of ja, lid van Jagger Games. Dan hebben wij nog. Dan moet ik even goed gaan denken hoor. Jord Perk die komt. Dan hebben we nog Alex die komt. Weet je wat? We gaan hier gewoon motors aanhangen. Nee, we willen hem wel wat groter hebben, Ties. Maar er komen dus aardig wat mensen naartoe natuurlijk. Ja, dit moet gewoon even hoog staan als de rest natuurlijk. Want dat is heel belangrijk. Ik keek laatst gewoon de tekkertje van iemand anders. Als het goed is, Cosmo. Hoi Cosmo, als je dit kijkt. Ik ga er niet vanuit, maar ja, toch hoi. Ja, waarom doe ik dit? Echt fucking nutteloos, Ties. What the fuck? Even kijken. Ja, dit zal wel goed genoeg zijn. Ja, we kijken. Ik hoef niet gelijk zo'n mega quarry, weet je. Dat heb ik helemaal niet nodig. Maar wie komt er nog meer? Thomas die komt van Quarfire. Dan hebben wij nog... wacht even hoor. Dan moet ik me wel gewoon even concentreren op Tacket. Want dat is heel belangrijk. Dat ik gewoon wel mijn ding kan doen nou. ja, voor de verdere rest weet ik het niet precies. Goed, als het goed is, als we nou dit ding plaatsen, dan krijgen we nou in één keer een grote quarry. Nee. Oké, ik heb trouwens wat eten nodig. Oh. Oh, cool. Holy shit. Oké, ik weet al hoe het werkt. Maar ik heb dadelijk eventjes wat eten nodig. Zo. Nee, werkt niet. Oké. Wacht, ik heb eerst eventjes wat eten hoor. Eén momentje. Nou, maar daar eventjes voor zitten. Zo, hoppakee. Maar ik ga dit binnenkort ook gewoon livestreamen. Maar er komen in ieder geval heel veel mensen. Dus dat wordt hartstikke chill. Sorry als ik je vergeten ben. Gozen die nog meer komen. Even kijken. Ja, Ties. Dit is best wel... Ja, waarom werkt dit nou niet? Ik heb werkelijk geen flauw idee. Wacht. Wat als we nou gewoon eens dit doen? Wat als we nou gewoon eens weer opnieuw plaatsen? Nee, dat heeft niet echt veel zin. Wacht, moeten we misschien dit doen? Dit en dan die aantikken. Ik heb echt een flauw idee, jongens. Ik heb echt, eerlijk gezegd, flauw idee. Nou, laten we maar eventjes wat engines gaan maken. Redstone engines. Redstone engines. En dan ga ik ondertussen gewoon even verder praten over iets. Wat we daarvoor nodig hebben is wooden gear. Oké, komt eraan. Mooi. Dat is niet zo heel duur natuurlijk. Maar ik heb er gewoon hartstikke veel zin in. Ik hoop dat jullie daar lekker allemaal bij zijn. Zaterdag de 22e om 2 uur. De stream die staat al gepland op Ties Games. Je kan hem al aanklikken. We gaan hem in 3 delen waarschijnlijk doen. Zodat alles gewoon geüpload wordt. Goed. Wat ik eerst nodig heb is wat hout. Want wij willen eerst natuurlijk die stone gears maken. Dan maken we even wat sticks. Zo boom boom. En dan doen we zo boom 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 boom. Boom. Veel. We hebben nog wat meer nodig, denk ik. Boom, 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 boom. Nice. Wat hadden we nog meer nodig? Ja, we hebben wat meer redstone engines nodig. We hebben 3 redstone engines nodig, als ik het goed heb. Dus dan hebben we 6 stone gears nodig. Dus dan hebben we nog wat sticks meer nodig. Zo, ja, dan pakken we gewoon al onze sticks eventjes. Zo. Boom. En ik kan trouwens niet het hele beeld filmen, want ja, mijn beeld is niet full HD. Het is net ertussenin. Dus ja, dat kan helaas niet. Even kijken, zo. 1, 2 hebben we dan nog nodig. Oh, we hebben er al veel te veel, zie ik. Nou, lekker dan. Dan hebben wij een piston nodig. Hoe maak je een piston in godsnaam? Oké, wood, iron, redstone. Volgens mij hebben we dat zelfs al. Wood, iron, kobbel. Oh, fuck, we hebben wood nodig. Nice, nice, Ties. We hebben wood nodig. Waar is het wood? We hebben heel veel wood nodig, trouwens. Even kijken. Even wat wood hakken, hoor. Ja, dan pakken we eerst even een axe. We hebben hier toch wel ergens een axe liggen, joh. We hebben hier wel een axe. Ja, hier. Ik moet net zeggen. Hoppakee. Het wordt al bijna nacht trouwens. Dus ik moet even snel een boompje hakken. Zo, dan doen we dat eventjes snel. En ja, ik heb er gewoon hartstikke veel zin in deze serie. Ik wil het ook gewoon meer weer gaan doen. Ik wil gewoon alle series gewoon een beetje weer op gang brengen. Ik bedoel, ja, het moet gewoon een beetje levendigheid in Ties Games komen. En natuurlijk is het binnenkort gewoon kerstvakantie en dan ga ik lekker wel opnemen. Ondanks het feit dat ik natuurlijk op vakantie ga. En ik moet zo stoppen met opnemen. Want ik moet zo nog eventjes mijn leerwerk doorkijken. En het is gewoon door de week. What the fuck? Oh ja, ja, dat had ik ooit gevonden. Als het goed is... Kunnen we nou onze shit maken? Kunnen we al slapen? Nee, oké. Zo. En dan moeten wij zo doen. Dus even gewoon uit het hoofd, hoor. En doen we zo en doen we zo. Zo en zo. Yay! Oké, daar hebben we 4 pissers. Is net wat te veel, maar dat maakt niet uit. Hoe maak je die nou? Even kijken. Glas hebben we daarvoor nodig. Hebben we glas? We hebben glas.
Toch? Nee, we hebben geen glas. Oké, in ieder geval. Ik ga eventjes slapen. Dat gaan we in ieder geval proberen. Nee, dan niet. Laten we nog eventjes snel wat centen gaan halen. Even snel. Even heel snel, Ties. Even heel snel. Goed. Laten we eventjes snel wat centen gaan halen. We hebben 4 glas nodig. 3 glas is al meer dan genoeg zelfs. En dan gaan we gewoon in onze fabriek. Nee, we gaan eventjes in ons normale huis. Goed, dan gaan we eventjes snel een nap proberen te pakken. Zo, ook wat. Ja, oké. Okay. Dat was me wel weer een dagje hier in Tekkit. Boom. Goedemorgen, wereld van Tekkit. Dan gaan wij nou glas in de furnace doen. Maar we hebben hier geen furnace. Hebben we hier kool? Ik neem gewoon even voor de zekerheid kool mee. Want god weet, misschien hebben we daar wel helemaal geen kool. Ik ga er wel vanuit, maar ja, je weet maar nooit, hè. Even kijken. Dan doen we dat ook gewoon gelijk mooi in ons iron furnace. En dan wachten wij gewoon eventjes een paar minuutjes. Een paar seconden. Want dit gaat zo tering snel, jongens. Dat is niet normaal. Zo, boom. Hopsakee. Hatse flats. En dan pakken wij die. Boom. En dan kunnen we ondertussen al een beetje gaan maken. Hoe ging het nou? Godsam, ik vergeet het steeds. Wacht, vraagteken. Ja, oké, nice. We hebben dit nodig. We hebben wood nodig, waar ik dadelijk nog meer van nodig heb, zo te zien. We hebben dit nog nodig. Wacht, volgens mij kunnen we dat al 2 maken. 2, 3. En dan nog wat wooden gears. Waar zijn die nou weer? Oh, die hier wil net zeggen. What the fuck? Zo, en dan hebben we al 2 redstone pumps. En dan hebben we er nog eentje nodig. Dat gaat hiermee gebeuren. En we hebben precies genoeg. Geweldig. We hebben gewoon precies genoeg. Wauw, dan moet het even uit het hoofd, hoor. Oh ja. Ja, oké. Okay. Ik dacht al, wat mis er nou? Zo, boom, 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 bam. En we hebben 1 pissen over. Oké, okay, hartstikke nice. Nou hebben we redstone torches. Deze dingen die gaan, als het goed is op het gegeven moment, gaan die kapot. Maar ja, dat zien we dan wel weer. Maar ik vraag me dus af of dat ding nou automatisch gaat beginnen. Nee, er moet nog een heel chest systeem aan, volgens mij, joh. Ja, goed, we kunnen wel al die dingen er tegenaan zetten. Toch? Dat kan gewoon, hè? Ja, kan wel. Even kijken, dan zetten we hier... Oh, wacht, we maken eventjes wat levers. Hoe maak je een lever? Oh god, ik ben echt sowieso al een noob in normale Minecraft redstone. Lever, hoe maken we die? Oh ja, logisch. Wat de fuck is. Laten we daar binnenkort maar ook eventjes gelijk een crafting table neerzetten. En ik ga zo meteen de episode eindigen, want het is een hele korte episode geweest, mensen. Sorry, maar ik moet zo gaan. Helaas, pindakaas. De volgende episode zal wel wat langer worden. En misschien gaan we onder de 30 uur livestream ook wel eventjes live. Of ook wel eventjes... Ja, tuurlijk gaan we live. Misschien gaan we dan ook wel eventjes dit doen. Goed. Dan gaan we eventjes kijken of dit werkt. Ik hoop het wel. En dan ga ik daarna de episode afsluiten. Ik wil nog niet gelijk dat hele ding al aan het praat gaat. Want daar wil ik nog eventjes mee wachten. Dat wil ik in de volgende episode allemaal doen. Ik ga eerst sowieso eventjes op Twitter of gewoon op internet opzoeken. Yeah, now we've got a little problem. Moet het dan echt met redstone torches? I don't fucking... Volgens mij moet daar kool in. Daar moet kool in. Ik zweer het je, daar moet kool in. Nou, goed. Dan hebben we in ieder geval dit wel af. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video? Laat dan eventjes een like achter. Likes motiveren me heel erg. Ben je nog niet geabonneerd op Ties Games? Abonneer dat zeker weten eventjes. En join de Ties Games Army als je dat nog niet gedaan had. En dan zie ik jullie binnenkort bij de 30 uur livestream. Of een nieuwe aflevering van Tekkit. En dan zie ik jullie bij de volgende keer. Bij een nieuwe... What the fuck? Ja, ik vaar een autoshow. Tot de volgende keer. Later.